is so much deeper than you know, boss. You think you're looking at one thing, but you have no idea. Who are you? Same man I've always been. Boys, I'm sorry. We staan hier bij de CLM Movie. 2016, het is de vierde keer dat we dit organiseren. Eigenlijk een evenement van Bootjevaren Breda en van Pathé Breda. En samen organiseren we dit eigenlijk. Waarbij we eigenlijk de haven omtoveren tot een mooie openluchtbioscoop. Al onze sloepen dienen als VIP-plaatsen. De lage kade staan heel veel stoelen als VIP-plaatsen. En eigenlijk Pathé verzorgt voor ons de aankleding. Natuurlijk de film, heel belangrijk. Dit jaar laten we Now You See Me Too zien. En het leuke daarvan is dat we ooit gestart zijn met Now You See Me. Dat was de eerste keer, dat is van 3 jaar geleden. En nu de vierde keer dus het tweede deel van de film. En het bijzondere eraan is eigenlijk dat de film pas net uit is. Waardoor we eigenlijk echt een bioscoopfilm kunnen vertonen. Dus echt een bioscoopavondje in de Bredaarse haven kunnen organiseren. Met popcorn, met drankjes. En ja, heerlijke mooie luxe sloepen waar mensen kunnen liggen en de film kunnen zien. See yourself in this narcissistic man boy. I don't like it, but what I like less is you decided to do it. Yeah, you like it with a laughing stock? Nou, het begin, het idee van de CLM Movie is eigenlijk een aantal jaar geleden ontstaan. Toen bestond Bootjevaren Breda 5 jaar. En toen hebben ze eigenlijk een feestweek georganiseerd met allerlei evenementen. En onder andere een openluchtbioscoop. En dat beviel zo goed eigenlijk dat het idee is blijven hangen. En nu dus voor de vierde keer terug is gekomen en een van de belangrijkste evenementen is geworden. Naast Breda Drijft. We zitten eigenlijk het tweede grote evenement van Bootjevaren Breda. En tot nu toe een groot succes.